Ik zit hier op het Louis Jansenplein, heerlijk aan de schaaktafel. Maar die is nu even bezet door drie heren. En die gaan zich eerst aan ons voorstellen. Ja, ik ben Jos Jansen, geboren en getogen Kuikenaar. En ik werk mee aan De Stier, de Huis en Huiskrant. Ik ben Twan Domen, eind- en hoofdredacteur van de drie kranten van ons, onder andere De Stier. En ik ben al heel lang woonachtig in Kuik. Ik ben Ron Boimler. Ik ben de eigenaar van Grafisch Huis in Boksmeer in Nijmegen. En ik ben de uitgever van de lokale kranten in het land van Kuik. De Bok, De Graaf, maar nu ook vooral voor De Stier. Ja, want daarom zijn wij vandaag bij elkaar gekomen om te praten over De Stier. Nou, ik begin aan die kant. Jos, wij hebben jou een paar jaar geleden gesproken. Toen was het nulnummer net uit van De Stier. Hoe lang is dat geleden? Ja, in augustus 2019 is het nulnummer uitgekomen en 13 september 2019 zijn we met de eerste stier begonnen. En ja, dat was van begin af aan was dat toch wel een behoorlijk succes, want ik kreeg mooie positieve reacties terug. En we zijn dus een krant die om de twee weken huis en huis verspreid wordt in de oude gemeente Kuik. Ik weet nog dat ik toen vroeg, een krant, in deze tijd een nieuwe krant? Ja, dat kan zeker, want je ziet gewoon lokaal nieuws is erg populair. Mensen willen gewoon weten wat er in hun buurt gebeurt. En als je echte lokale kranten maakt met echte lokale verhalen, ook de interviews van de mensen op straat, van mensen die iets meemaken, mensen die iets organiseren. Vooral dat menselijke gezicht van een krant is belangrijk en daar hebben mensen behoefte aan. Ja. En is het de moeite voor een uitgever om een lokale krant te maken? Het loont zich nog steeds, gelukkig wel. En, maar het is ook een wisselwerking, net zoals wat Jos en Twan net al zeiden. Als je echt een lokale krant kunt maken met lokale mensen, dan heb je dus ook echt het lokale nieuws. En dan heb je ook de lokale ondernemer te pakken. En ja, wij bestaan... Ons bestaansrecht met onze kranten is via de opbrengst van advertenties. En die goede wisselwerking door lokaal nieuws in combinatie met lokale ondernemers te brengen, dan heb je de goede mix te pakken. Zeker ook de verhouding advertenties ten opzichte van onze redactie. Die is bijna 50%. En dan heb je aan de ene zijde de advertentie en aan de andere zijde het veelal zelf geschreven redactionele stuk. Ja. En dat is een goede combinatie. Ja, want die advertenties, die heb je nodig, want het is een gratis krant. Ja, wij bestaan niet, of onze kranten hebben geen betaalde abonnees. Wij bestaan puur uit de opbrengst van de advertentieinkomsten. Dat klopt, ja. Jos, jij bent een van de mensen die flink wat input heeft in deze krant. Wat doe jij zoal? Nou, ik maak meestal verhalen. Het gedeelte van De Stier. We zijn gestart in september 2019 eigenlijk met een hele lokale krant voor De Stier, voor de oude gemeente Kuik. Maar ja, door corona en dergelijke hebben we toen een beslissing genomen om een aantal pagina's lokaal, zeg maar, voor de oude gemeente Kuik te maken. En daar maak ik een aantal verhalen van. Meestal de voorpagina, pagina 3 en de één na laatste pagina. Daar zoek ik een aantal verhalen en berichten bij elkaar. En bij het begin hebben we ook een aantal lokale columnisten gezocht uit Kuik. En dat wordt ook goed gelezen. En de een doet het over sport, de ander doet het over cultuur. En de ander doet het weer over het dagelijks leven, het politieke leven, wat hier allemaal in Kuik gebeurt. Ja. En gezien de reacties slaat dat wel aan. En hoe kom jij aan je onderwerpen? Ga je gewoon de boer op? Kijk je gewoon rond van wat gebeurt hier? Nou, ik had nog een journalistiek verleden bij De Gelderlander en bij het Kuiks Weekblad. Dus je bouwt wel een netwerk op. En via dat netwerk komen wel verschillende tips binnen of berichten binnen bij mij en dan ga ik er op zoek. Kijk, wij komen om de twee weken uit, dus het is best wel soms lastig om echt nieuws nog te brengen wat niet in de andere kranten gestaan heeft. Maar dat lukt ons toch best wel aardig. En we hebben ook die verhouding dat wij aan de ene kant advertentie, aan de andere kant redactie.
dat is toch wel heel rustig om te lezen. Ik krijg ook wel opmerkingen dat over de opmaak, dat de mensen daar heel tevreden over zijn. We lezen een rustige krant en de verhalen zijn interessant om te lezen. Ja. Ja. Twan, de columns die erin komen, hebben jullie daar nog enige invloed op wat die mensen precies gaan zeggen? Of plaatsen jullie gewoon wat er binnenkomt? Ja, je kunt in een column natuurlijk niet, ik als eindredacteur, ik kan niet in een column natuurlijk gaan schrappen en verbeteren en veranderen. Kijk, wat een columnist schrijft moet natuurlijk niet racistisch zijn. Je moet geen mensen echt beschadigen. Dat is de taak van een column wat niet mag. Dus daar wordt wel overheen gelezen en we lezen ook de columns. Maar ja, we hebben natuurlijk wel heel bijzondere columns in de Stier, met name de Kuikse pagina's, die lokale pagina's. Maar ook, we hebben ook een Erik Ronnes, een gedeputeerde in het provinciehuis. We hebben een Emil Roemer, natuurlijk hier ook bekend in de omgeving. Maar ook de wethouders, de burgemeester. De burgemeester heeft elke week een column. En de ene keer heeft ze het over haar toertje langs 33 kernen. En de andere keer heeft ze het weer over andere zaken die in het gemeentehuis spelen. Dus we hebben wel behoorlijk wat bekende gezichten als columnisten. En daar zijn we heel erg blij mee. Ja. Een van de dingen die me altijd opvalt in de krant. Er staan geen moorden in. Geen branden. Geen enge dingen. Positief. Daar is bewust voor gekozen. Min of meer wel. We volgen natuurlijk de actualiteit, maar we proberen ook een beetje een feel-good krant te maken. Dat de mensen ook het positieve nieuws en de positieve berichten en de positieve evenementen voor het voetlicht gebracht worden. En we hebben natuurlijk wel aandacht voor ook soms het drama en de vervelendigheid die gebeurt. Maar we hebben daar samen afgesproken om daar een beetje afstand van te nemen. En dat nemen de andere kranten wel over en op. Dus we willen ook niet dubbel op zijn. Ja. Nee, maar we willen ook wel gewoon echt nieuws brengen in die zin. We willen gewoon een wat andere krant zijn. Kijk, als nu een ramp gebeurt, dan staan de kranten en de media en de televisie staan voorop. En wij komen eens in de twee weken. Dus om dan na een aantal dagen nog met een heel groot verhaal te komen wat al in andere media heeft gestaan, heeft niet zoveel zin. We willen juist een andere krant brengen met inderdaad die goed nieuwsverhalen en die human interest verhalen van de buurvrouw of de buurman op de hoek. En ja. Dat willen mensen graag lezen. Ja. En de achtergrond erachter. Hè? Mocht er dan inderdaad iets ernstigs gebeuren, wat voor ons niet meer actueel is, omdat we dan om die 14 dagen uitkomen, dan proberen wij datgene wat voorgevallen is op een andere manier te benaderen en dan de achtergrond daarin te belichten. Nu, de 100ste stier. Hij is begonnen als een Kuikse krant. Het is nu iets breder. Wij zien nu af en toe ook iets van wat er in Boksmeer gebeurt, wat er in Graven gebeurt. Gaat dit zo verder? Gaan we alle 33 kernen in ons opnemen of blijft het toch hoofdzakelijk de stier? Nou, kijk, de wens is wel om echt een lokale krant te blijven brengen. Alleen, met name door het hele corona-verhaal is ook bij ons er het een en ander veranderd. En wat Jos net al terecht vertelde, gewoon door het kostenaspect hebben wij ook een andere manier van krant maken moeten ontdekken. En dat houdt gewoon simpelweg in dat we zoveel mogelijk lokaal oude gemeente Kuik nieuws willen blijven brengen. Maar af en toe een keer in het land van Kuik, bij de buren over de schutting kijken wat daar zo'n beetje allemaal gebeurt. Dat is ook best interessant, zolang het maar breed gedragen kan blijven. Ja. Maar de titels blijven, de stier, de bok en de graaf. We houden Graafse pagina's, we houden Boksmeerse pagina's, maar we houden zeker ook die Kuikse pagina's. Dus de stier is wel gewoon een blijvertje, dat is tenminste in ieder geval wel ons streven. En wat ik toevallig gisteravond nog van iemand heb gehoord die werkt in de zorg, is dat ze onze kranten graag meenemen naar het zorgcentrum en daaruit voorlezen. Zelfs in dit geval waar zij het over had in Ottersum en in Gennep. Dus nou ja, dat zegt meer dan genoeg. En ja, daar ben ik alleen maar kei trots op. Toch ook wel een beetje mezelf, maar vooral op ons team van lokale helden in mijn geval. Ja.
Nou, ik wil even zeggen nog, begin juli komt de 100ste stier uit. En daar proberen we een feestelijk nummer van te maken, 7 juli. En daar zijn we flink mee bezig met de voorbereiding, eventueel met een mooie wedstrijdactie erbij. Nou wil ik eigenlijk afsluiten met een hele leuke quote die jullie misschien ooit wel gehoord hebben over de stier. Nou, als ik ergens kom in Kuik, dan de meeste mensen kennen me wel. Maar er zijn ook wel eens mensen die me niet kennen. En dan zeg ik, ja, ik ben Jos Jans. Oh, ben jij de stier van Kuik? En dat krijg ik nog wel eens te horen. Dus de stier en de bok en de graaf, die worden goed gebruikt, goed gelezen. Gefeliciteerd met jullie 100ste stier die binnenkort uitkomt. En nou ja, gewoon nog maar even doorgaan, heren. Zeker weten, zeker, zeker weten. Ja, heren, en nu heb ik het van jullie gehoord hoe goed dat de stier is. Maar met jullie permissie ga ik het toch ook even vragen aan de mensen op de markt. Oké? Okay? Dat is heel goed. Heel goed. Ja, ja. Prima. Zeker. Dank doen. Jullie wel. Zeker doen. Mevrouw, u staat hier wekelijks op de markt, hè? Ja, dat klopt. Bent u een beetje op de hoogte van het Kuikse nieuws? Een beetje. Want voor de 100ste keer de Kuikse stier, elke 2 weken komt hij uit. Die moet blijven. Zo wil ik het horen. Ja, dank u wel. Graag gedaan. Ja, en ik ben op de markt, dus ik hou gewoon een mevrouw aan. Mevrouw, woont u in Kuik? Ik woon in Kuik. Kent u de stier, ja, de Kuikse krant? Die ken ik. En wat vindt u ervan? Ik vind het wel fijn dat ik hem in het weekend krijg, want dan kan ik nog even kijken wat er in de regio te doen is. Want ik kijk niet in de Gelderlander. Dus dan is dit wel een goede aanvulling. Binnenkort komt de 100ste stier uit. Ja? Wat vindt u ervan? Prima. Ja, succes. Ja? Doorgaan? Ja. Zeker. Dank u wel. Graag gedaan. Dag. Woont u in Kuik? Ik woon niet in Kuik. Nee, ik woon in Graven. U woont in Graven? Ja. Nou, wij vragen ons af, kent u de stier? Maar u kent dan misschien het blad De Graaf. De Graaf ken ik inderdaad en de Arena, wat we dus in Graaf, wat verschijnt elke week. Ja. Wat vindt u van plaatselijke krantjes? Ik vind hem heel prettig om lekker op zondag even door te nemen. Gewoon genoeg informatie, leuk met foto's voorzien, ja. Dus plaatselijke kranten, belangrijk voor u? Ik denk wel dat het goed is voor de mensen om dat inderdaad te laten verschijnen. Oké. Okay. En ook op het terrasje zitten kan in Kuik. En deze meneer zit te genieten van koffie met taart. Ja. Meneer, woont u in Kuik? Nee, in Mook. In Mook? Ja. Nou, ja, dan is het misschien een beetje lastig voor u. Want ik wilde vragen, kent u het krantje De Kuikse Stier? Nee, ik weet wel de stier te staan, maar ik weet niet, krantje ken ik niet helaas. Komen er in Mook, komen daar ook plaatselijke krantjes uit? Ja, dan hebben wij ook het Moken Nieuws, zeg maar. En nog iets anders, wat ook hier in Kuik komt. Ik weet niet, ik kan er al even niet op de naam komen. En wat vindt u van plaatselijke krantjes? Nou, belangrijk of niet? Ja, want ik heb hem hier. Lag hij op de toonbank. Dus het eerste wat ik doe is even het Kuikse Weekblad doorbladeren. Wat er allemaal in de regio gebeurt. Ja. In de politiek. Er is keigoed, las ik net. Ja, in Kuik zondag. Dus... Nou, misschien mag ik u dan de stier aanbieden. Dan kunt u nog verder lezen wat er zoal gebeurt in Kuik. Prima, hoor. Ja, ja. Nou, dank u wel. Graag gedaan, hoor. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. U woont in Kuik? Ja, ja. Dat woon ik inderdaad al sinds 6 jaar. Kijk. Ja. En kent u dan toevallig het blad De Stier? Ja, uiteraard. Een van de bladen waar die ik lees. Hè. Ja. Want het is niet het enige krant die hier komt. Nee, precies. Ja. Deze komt 1 keer in de 2 weken uit. Ja. En u vindt het de moeite? Ik vind het altijd de moeite waard. Elke vorm van informatie die je over Kuik krijgt. En dan gaat het hier over. Ook het land van Kuik natuurlijk. Vind ik interessant. Zeker omdat ik deze omgeving niet zo goed ken. Want ik kom hier helemaal niet vandaan. Nee. Dus u hebt wel het idee dat het iets toevoegt? Uiteraard. Voor mij mag het elke week zelfs. Kijk. Nou, binnenkort komt de 100ste krant uit. Oh, oké. Nou, leuk. Ja, ik ben benieuwd wat de artikelen zijn die daarin komen te staan. Ja. Ik hoop dat het een beetje over Kuik gaat en het verleden. Want daar ken ik natuurlijk helemaal niets van. Nou nee, ja, ik ken alleen de Kuik aan het heden. Ja. Maar ik wil ook Kuik aan het verleden wel eens meemaken. En dat zou voor zo'n krant natuurlijk een prachtig artikel zijn.
Kijk. Ja, is dat een mooie suggestie? Dat is een hele goede suggestie. Gelukkig. Ik denk dat die meegenomen wordt door de redactie. Heeft u nu een vraag over de krant? Schrijf gewoon even naar De Stier. En krijgt u hem nu toevallig af en toe niet in de bus? Kijk dan gewoon bij de plaatselijke winkelier, de plaatselijke supermarkt. Want de mensen die deze krant maken, gaan ook elke 2 weken nog met een paar duizend kranten op stap om ze speciaal bij verschillende winkels neer te leggen, zodat iedereen op de hoogte kan blijven van Kuikse nieuws. Kijk eens, kent u het blad De Stier? Ja, tuurlijk ken ik De Stier. Ja, ik... Leest u hem ook? Van voor naar achteren. Inclusief de overlijdingsadvertenties. Die staan er niet in. Ja, moest toch leuk zijn?